Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Business Club Hogeveen. De derby tussen Alcides en Hogeveen op Sportpark Ezingen in Meppel onder heerlijke omstandigheden qua sfeer. Een bus vol jeugd meegereisd met Hogeveen naar Meppel. Bijzonder duel natuurlijk ook voor hier in de rook. Sil Kuurman, voor het seizoen nog topschutter bij Alcides, halverwege het seizoen uit de selectie gezet. En nu dus bij Hogeveen. Had er veel zin in. En dat gold ook dus voor de meegereisde jeugd. Alcides heeft het te moeilijk de laatste weken. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor Hogeveen dat in bloedvorm verkeert. Hier dit eerste gevaar. Maar deze bal is nog een prooi voor doelman Sander Jager. Dan Alcides. Ashwin Tanemal. In de beginfase was het allemaal wat aftasten. Alcides dat zich terecht massaal terugtrok en Hogeveen dat niet echt een gaatje wist te vinden. Ook hier niet. Sil Kuurman er wel dichtbij, maar opnieuw Sander Jager. 19e minuut. Voorzet en Binga. En dan raakt Tanemal die bal totaal verkeerd, maar toch wat dreiging van Alcides. Vlak daarna. Het begint wat levendiger te worden. Schuurman, Jager niet vast. En dan is het Emiel Belsma die de band breekt namens Hogeveen. En is het gaatje in de defensie van Alcides dan toch gevonden. Voorzet Schuurman, Jager die bal niet goed wegkrijgt. En Emiel Belsma die scoort. En dan gaat Hogeveen door. Van Dijk. Menno Hierkes. Vijfhuizen. En Noor Schuurman. Prima balletje op Sil Kuurman. En die krijgt die bal er net niet in. Daar was hij dicht bij een treffer tegen de oude ploeg. Justin Benjamins. Louis Vijfhuizen. Wordt dit hem dan? Maar net op tijd de ingreep van Mbinga. Maar opnieuw dus gevaar voor het doel van Alcides. Ruim een half uur gespeeld. De corner van Sil Kuurman. En daar staat helemaal vrij Emiel Belsma. En is het 0 tegen 2. De tweede treffer van Emiel Belsma. Prima corner ook van Sil Kuurman. En Belsma die daar helemaal vrij staat. Gezien de kansenverhouding op dat moment, dik verdiend. En Hogeveen gaat door, Belsma. Vindt daar Vijfhuizen. Kuurman, moeilijk hoek. Bal terugleggen, Schuurman. Maar geen derde treffer. Opnieuw Kuurman. Belsma, prachtig balletje op Louis Vijfhuizen. Vijfhuizen heeft het vizier niet op scherp staan. En dan is het voor Alcides even oppassen om niet vlak voor rust tegen een nog grotere achterstand aan te lopen. Opnieuw Justin Benjamins. En dan wederom een kans voor Louis Vijfhuizen. Ja, dat was hij dichtbij. Tweede helft, Justin Benjamins. Vindt Jim Veldmaat. Prachtige actie, Jim Veldmaat. Ach, de bal in de handen van Sander Jager. Zullen we het maar even zien als een soort van voorbereiding van actie op het protestweringtoernooi. Dan Power. De jonge invaller viel uitstekend in bij Alcides. En dan de kans voor Nick Kuiper.
En die staat op Stan Meekhoff. Maar die jonge Bodin Power, die ja, maakt een uitstekende indruk. Dan de wissel bij Hogeveen. Van Dijk niet helemaal fit. Donderdag bij de training afgehakt. Vanuit het veld. En zijn inval is Jojo Beltouw. Wordt dit dan de 3-0 Beltouw? Nee, die stuit op Jager. En dan hebben we een uur gespeeld. Dan vlak daarna. Power. Vindt Jasper Stijker. En de Hogeveener brengt de spanning zowaar terug. De man die overkwam van de weide afgelopen zomer. Jasper Stijker. Prima bal over Power. En dan is het dus Jasper Stijker. Die zijn doelpuntje meepikt. Nou, het doelpunt dat eigenlijk volledig uit de lucht kwam vallen. Beltouw. Op Tom Hierkes. Justin Benjamins. Benjamins. Ja, had die bal misschien terug kunnen leggen, maar het was een lastige hoek. Hier gooi Benjamins. Tom Hierkes. Hogeveen laat zich niet van de wijs brengen door die tegentreffer. Opnieuw Justin Benjamins. Opnieuw de korte hoek. En het blijft 1-2. Ja, daar kan hij zomaar vallen aan de andere kant. Dan een mal. En die wordt net van de mal gezet door Jojo Beltouw. Die echt ijzersterk inviel. De man uit Hardenberg. Veldmaat. Het ongeveer goed druk. Schuurman. Geen overtreding. Schuurman. Duw op Schuurman. Maar dan is het uiteindelijk de bal die bij Justin Benjamins belandt. Ja. En dit keer is het een koud kunstje voor Benjamins. En beslist hij de wedstrijd definitief in Hogeveens voordeel. Jasper, ja, misschien was dit al wel een strafschop. Maar het maakt niet uit. Benjamins scoort. En zo wint Hogeveen met 1-3. En doet het uitstekende zaken, want kruipt het steeds dichter richting de koploper RKAVV, dat opnieuw punten verspeelde. Donderdagavond dan wacht in Rolde om 8 uur de bekerwedstrijd tegen Rolde Boys. En daar zijn we ook live bij aanwezig met Hogeveen TV. Ja, en dan volgende week zondag, dan volgt thuis de topper tegen SJC uit Noordwijk. En ook dat duel kunt u weer live volgen via Hogeveen TV.